Dames en heren, de winkels gaan sluiten. Wilt u met uw aankopen naar de kassa toe komen? Dank u wel. Nee, ik ga hier slapen. We zitten in beterbed. Ik ga bij beterbed slapen. Wilt u niet zo brutaal doen en met uw aankopen naar de kassa komen? Ik heb een beetje last van strokkelproblemen. Maar nog een fijne dag. Party! Woehoe! Hey mensen, welkom terug bij B-Team! Jesus Christ, dit is een awesome die geweer. Bestond die man het echt? Ja, kan je voorstellen hoe dat een oorlog zou zijn? Dan zat gewoon iedereen gewoon te luisteren naar muziek met de dubstep. Oké, yo! Ja. Dat is tijd om het na te doen. Oh ja, weet je wat ik. Weet je wat ik even heb gekocht? Het wel? Ja, ik heb hem. Nee! Wat de hel, waarom schiet je me? Dave? Ik ben niet te koop. Oh ja, ik heb Dave gekocht, kijk hier. Dat is toch wel geweldig. Nee! Oké. Fazo, wat ben je? Fazo! Nee! Ik heb een best wel schuld nodig, kom hier Fazo! Nee, ga weg! Maar, het zou inderdaad gek zijn als het oorlog is en loop je hier mee. Van, muzieken! Ja. Hij wordt gevochten met dubstep. Ik wil nog steeds daar een TNT versie van maken en dan gewoon eens een tunnel mee maken. Dat wil ik nog steeds gaan doen een keer. Echt zo, dan komt de soldaat bij de search. Je weet wel, de baas toe van... Ja, mijn maat is geschoten door... Hier is je sergeant, waar is je wapen? Wat? Je wapen. Kan ik nu bevel doen? Nee. Ah, hij blaast jezelf op. Oké, nu genoeg. Oké. Ik ga wegstoppen. Ja. Verstandig. Oeh, wat is dit? Ik heb een skullstick. Skullstick, wat kan je daarmee? Oh ja, dat is necromancy, toch? Ik heb geen idee wat je ermee kan. Is de nieuwe samba bal. Oh, volgens mij kon je moest je een drums voor hebben en dan kon je de muziek mee maken, volgens mij. Wat? De drum mee hebben en muziek mee moet maken. Doem. Oké, moeten zij zoeken hoe we dat maken. Maar wacht. Dave, je wou nog een verhaaltje vertellen? Of niet? Nou, ik had dit niet helemaal stoppen. Dat het best wel raar zou zijn als je naar je sergeant toe gaat en zegt van, ja, mijn maat is neergeschoten door een dubstepkut. Het lijkt me best gek eigenlijk. En ja, dan zegt de sergeant, ja, welke beat was het? Ja, precies. Oh, die beat, ja, ik heb 5 kameraden daardoor van. Dus zou de sergeant reageren, nou, deze. Ja, nee. Lekker gek, ja. Oh god. Okay. Oh, het begint al nacht te worden, we moeten eerst even gaan slapen. Dave, hier, in deze crafting station, is een drum voor je. Kun je zien hoe je maakt. Oh ja. Kan ik het dan mee erop slaan? Denk ik wel, ik weet niet precies wat. Probeer het, oh god, dan doen we een demon summon ofzo. Doe het op een leuke plek. Oké, dan moet je de skull stick. Oh! Stel voor, je had er een paar van. Ik wil nog meer, dan ga ik een drumstel maken. Maar doen we als we dan weer slapen. Laten we eerst gaan slapen. Ik heb een nieuw bed voor jullie. Oh, een nieuw bed? Ja. Ja. Je hebt 3 wol nodig. Ja. Oh, ik geef ze allemaal. En 3 hiervan, carpet blocks. Die maak ik met 8 sticks en 1 2, 3, there you go. Dus dezelfde manier als alle andere bedden? Ja, alleen met die carpet blocks. Oké. Oh, een beetje lag. Een carpet bed. Oeh. Oké, Dave, stop die van. Je begint al te... Ik wil meer drums. Want dan kan ik muziek ritmes maken. Dat vind ik eerst leuk. Eerst slapen. Ik ga slapen. Heb jij al zo'n bed, Dave? Oh, nee. Jo, had je nog van die carpenter blocks? Ik heb er nog 4, ja. Ja, Dave heeft er 3 nodig. Weet je wat ik laat aan denken? Aan mijn verjaardagscadeau, een drumset wat ik heb gekregen, wat ik niet mocht spelen. Want ik heb dus van mijn ouders een leuke drumset gekregen, hè? Dat ik graag wou drummen. En ik kon helemaal niet drummen, want ik was te jong, dus ik had gewoon als een gek keihard op te slaan, constant. Ja, mijn vader werd er helemaal gek van.
En zo. Kijk eens. Weet je wat grappig is? Ja? Sinds wanneer hebben we een bel? Wat? Sinds net? What the hell? Hoe heb je dat gemaakt? Met een noodblok en een button. Maar kan het ook een andere geluidje? Nee, dat kan niet. Dat is wel leuk. Ja, het is een beetje van... Dames en heren, de winkels gaan sluiten. Wilt u met uw aankopen naar de kassa toe komen? Nee, ik ga hier slapen. We zitten in beterbed. Ik ga bij beterbed slapen. Wilt u niet zo brutaal doen en met uw aankopen naar de kassa komen? Hou je mond, ja, ik probeer te slapen! Ik heb een beetje last van strokkelproblemen. Maar nog een fijne dag. Wow. Zo, ik lig in bed. Weet je nog eens een keer met die drumset wat ik had? Hè? Ik had mijn vader zo gek van dat hij me verbieden te drummen, want ik was er knettergek van. Wil je niet drummen, alstublieft? Dank u wel. Oh god. Okay. We moeten die knop gaan verstoppen, dat dit welke je moet gaan zoeken. Het lijkt me geniaal, een soort van verhaallijn van... Elke keer moet je op zo'n knop drukken als je iets haalt of zo. Plung, plung. Okay, maar hoe maak je die drums? Hout, leer en redstone. In het midden. Dus een soort kom, weet je, als een boot, leer bovenop en... We hebben eigenlijk dieren nodig, ik moet een dierenfarm maken. Maar goed, hoe is het eigenlijk met de stamp hier van de laatste keer gegaan? Oh, dit is een ander soort spawn nu, hè? Ja, dit is een Happy Duty Place, daarmee maak ik de raket en daar hebben we heel veel van nodig. Oké. Okay. Ik zie, we hebben er nu 2! Ja! Yeah! We hebben er 2, jongens! Oh yeah! Tik hem aan, ouwe! Oké! Okay. Ik ga even kijken hoeveel we nodig niet. Hebben. Wel verkeerdig, hè? Kijk, we kunnen elkaar geen pijn doen, maar de dubstep kan wel. Ja, klopt. Dus, maar goed, wat en dan moest er hout omheen, hè? Ja. Maar wat we vandaag eigenlijk ook nog wel gaan doen, was de... Jou killen. Dat heb je al vaak genoeg gedaan. Ja, weet ik. Bij de... Een plek voor de karetten te maken, voor raketten, maar we doen voor de karetten. Ik wil eerst allemaal drumstellen maken, als jullie me daar even mee helpen om extra veel... Is goed. Wat moet je hebben? Heel veel leer. Dus succes. Wacht, bij de plek van lichaamsdelen. Er zitten 3 leer en ik heb nog raw ladder, ik weet niet of dat ook kan. En ik heb ook nog imp ladder. Volgens mij heb je normaal ladder. Waarom doet hij het niet? Wat doe ik fout? Moet zo. Dan eens kijken hoe die moet, voordat je het maakt. Oh. En dan leer dat bijvoorbeeld. Hij heeft er 2 nu. Oh, ik heb er nog eentje voor je. Oké, mensen, Dave's drummen. Ik moet eerst even onderzoeken hoor. Oké. Okay. Ja, ik vind het. Oké, dus als je enkel slaat, doet hij het een paar keer dus. Ja, dat is heel irritant. Oh wow, dit is awesome! Dit is awesome, man! Je lijkt wel een van de Muppets! Professioneel. Het zou leuk zijn als hier een masker in zat, hè? Van de Muppets, dat je dan Beast heet hij toch? De drummer van de Muppets. Oh ja. Laat me daar echt aan denken. Geweldig. En dan echt zo: papa, wil je kijken? Kijk, ik kan heel goed drummen! Let op! Zie je? Zo krijg ik heel veel subs op YouTube! En dan ga ik geld verdienen met YouTube! Kijk, hoppakee! Zo doe je dat! Goed hè? Wauw! Ja, goed zoon! Heel goed gedaan! En al het geld van YouTube pak ik wel af, want daar kom ik iets leuks mee voor je. Hey, heb je de bioglas staan? Oké, laat hem maar lekker drummen, vindt hij het geld ervoor. Let's go. Oké. Eén van onze gekke verhaaltjes. Oké. Maar goed, wat we nu gaan doen, is eerst even dit. Nee! Mijn muziek!
Nee! Kom, we moeten aan de karate-platformen werken, Dave. Dan komt daar mijn drumstel. Oké. Okay. Als je belooft, dan even niet te drummen. Oh, wacht, nog één keer. Nog één keer. Eén keer. Oh, kan ik ook nog het opslaan? Dat allemaal iedereen tegelijkertijd. Wee! Oké. Okay. Yay! Oké, okay, waar zijn wij? Zijn we nu? God. Hij okay. Loopt vast! Oh. Ja, hou die maar op, ik vind het nu een beetje lastig irritant te worden. Oké. Okay. Maar ze. Ik verder. Die laatste drum, hè. Kijk, dit is leuk, kijk, let op. Oké, okay, maar waar zijn we de karetten gaan plaatsen? Het zou leuk zijn als je de snelheid daarvan ook nog kon veranderen. Ja, maar waar zullen we de karetten gaan plaatsen, jongens? Jongens, je hebt ook nog andere drums! Uh-oh. Oh mijn god. Hoe Dave, maak je die? Nee, Dave, bewaar voor de andere keer. Doe het voor de volgende opname mee. Verrast, kan je gelijk met een drum solo beginnen. Oh, goed idee! Maar dat jij nu niet! Met die verdaar. Ja, dit is een goed idee, hè? Jij bent een schipper, toch? Jij wat? Gaat aan die palen dansen. Wat? Ja, afgesproken. Van zo, ja? Help me. Fut me. Dave wil dat ik een strip op mijn paal. Voor de aankomende keer. Wat? Nee! No way! No way! No way! En weet je, we gaan het nieuws ook nog halen, want het wordt de eerste stripper naar de maan. Oké, de stripper naar de maan. Wow. Weet je, dat komt gewoon op de voorpagina. Eerst de schipper naar de maan. Strippen naar de maan. Oh, wauw, Dave. Zit dat voor je, joh. Jij de krant. Oké. Oké. De red window rocket. Dave. Mag ik de dubstep kan? Ik weet niet waar die is. Jij moet hem hebben. Ik heb hem niet serieus. Dan heb ik hem gewoon opengeslagen. Waar is die? Oh nee! Jezus! Oké. Zullen we nu eindelijk eens gaan beginnen aan de karet platform? Dat ziet al helemaal voor me. Hij begint een stripclub op te malen. Oh my god! Nou ja, dan laat ik vooral maar strippen, dan is het wel oké, okay, maar voor ik ga zelf niet strippen. Echt niet. En hij heet gewoon de Moonstrip. De Moonstrip. En daar komen de Moonmannetjes langs. Wow. Oh, wow. Fantasy dude. To the max. Ja. Yeah. A real nasty fantasy. Tja, jij kwam met het idee van de strippen op spin, dus ja. Dan zat je me niet op een wraak. Ja. Jo? Ja? Waar ben je? Naast de... hij heeft je pakje gemaakt. Wat? Wat? Wat heb je gedaan? Ik heb niks gedaan. Wat heb je gedaan? Ik heb niks gedaan. Wat is dit? Wat heb je gedaan? David heeft hij gedaan. Dit is toch het leukste? Er is helemaal niks. Nee, oh, dit is echt het serieus leukste aflevering ever. Yo, kom eens hier. Dit is een crafting table van de station. Oké. Okay. Ik zie het al voor me, hè? Die raket gaat af en jou hangt daar aan de linkerkant. What the hell is dat? Dat is het NASA workbench. Wacht maar eens tot je wat tot zijn neerzetten. Ja, die ziet er heel vaag uit. Daarmee maak je de karret. Yo, daar stoppen we je hersens in en die wordt helemaal geprogrammeerd. Cool, ben ik immortal. Ja, maar ik zie het al helemaal voor me. Die raket van jou wordt afgeschoten en hij staat zo aan die paal te hangen. Die raket wijkt af naar links. Hup, tegen de berg aan. Wauw, Dave, je fantasie gaat echt ver. Wauw. Nou, weet je, dat heb ik geleerd van Divi Move. Think out of the box. Jesus Christ, Divi Move, dankjewel. Divi Move, die ondersteunt overal. Dat is jouw sponsor.
Wat, gaan ze kijken hoe ik ga strippen en dollars naar me gooien dan? Nee, je krijgt Red Bull voor extra energie. Gaat Red Bull me sponsoren? Jesus. Red Bull, nummer 1 sponsor van de stripraket. We strippen met vleugels. We strippen met vleugels. Vandaag in RTL Stripnieuws. Oh man, dat spijt me best als jullie dan luisteren. En ouders die meer luisteren. Wauw. Ja, jullie snappen het wel dat het een clownsbak is en dat Jan eruit komt en dan gewoon in zijn normale kleding, hè? Ja. Yeah. You jumped the shark, dude. Ah, oh, dat laat the shark me denken aan een YouTube filmpje. Dat iemand die best wel fors is, dus dikker dan normale mensen. Yeah. Niet dik, maar die ging gewoon paaldansen. En ze kon het ook nog! Wauw. Yo, daar kan jij wat van leren. Liever niet. Ik zie het liever dan ik het zelf doe. We komen niet meer samen of, met Red hier, of moet ik alles alleen doen? Ja. Yo, in plaats van strippen, ga je wel buikdansen. Kan het, ja. Ik moet even wat kilo's erbij, kan lekker rondflubberen. Ik zie het al voor me. Hem helemaal in zo'n Indiaanse buikdanspakje. En met wow, die kleine... Oké, Dave, die is genoeg. Maar goed, Dave. Oké, genoeg. Welkom bij de Dave Lach Show. Ja, Jesus, Dave. Dat was wel eigenlijk weggegaan. Okay, ja, onze raketten komen in de village. Wat? Ja, daar hebben we genoeg toeschouwers. Dan hebben we te genoeg toeschouwers. Ik weet niet, is de village ver weg? Nee, het was ook maar een grapje. Oh wacht, ik moet even... die ding even uitzetten. Daar heb ik ook. Ik heb de map weer terug. Kan het hier ook al maken? Haha, kapot. Kan dit ook in het ijzer? Hier moet torches. Moet torches hebben. Kijkers moeten licht hebben. Dank je. Kan je ook hier iets in plaatsen? Maar heb je dit ook in ijzervorm? Volgens mij niet. Volgens mij is het zo'n torchje. Zo'n torchje? Meer verspreid graag. Oké. Okay. Oh, yo! Ja. Je hebt heel veel verschillende iron bars. Iron bars? Ja, tralies. Tralies? Ja, je hebt verschillende. Zullen we daar dan meer de basis mee maken voor de karakter, oh, voor die tralies en zo allemaal? Dat is wel handig. Dat het lijkt echt van ineens. Ik vraag me af, van de raketten, misschien weten de kijkers dat die meest weten van de B-team af. Als je dat hebt gemaakt, kan je dan ook nog dingen er echt omheen maken naar boven? Maar je doet maat ook bij zo'n... De raket is 3 blokjes hoog, that's it. Oh. Ik dacht langer. Ik dacht veel langer. Ik dacht dat je echt van 100 blokjes hoog of zo? Nee, ik dacht dat je 10 blokjes of zo. Je moet er wel je hand vast kunnen houden, hè? Dus kan je wel in je hand zo. Dus... Ja, toch wonderlijk, hè? Het spellen wat je je zak kan stoppen. De baas zegt er elke keer als we rotzooi of een zak cement of iets over. Ja, je hebt industrieel frame! Ik heb de basis voor mijn basis. Heb jij de basis voor je basis? Basis voor mijn basis. Okay, iron blocks. Hup, troep hierin. Iron ores. Oké, dus dit moet goed genoeg zijn voor drie van die dingen, toch? Ik denk het wel. Ja, even weg. Hup, oh, dat ging makkelijk. Oké, kijken, wat voor ijzer heb je? Oh, je hebt die dingen. Ja, die zijn wel leuk. Kost er veel ijzer om te maken. Nee, het kost er veel ijs op te maken. Valt voor mij een iron blok in het midden en daaromheen, hoe heet het? Hoe heet het? Iron in de hoeken. Oh, oké. Okay. Dan heb je de 16. Precies. Oh ja. Oké, ik weet al hoe ik bijna ga maken. Kijk, ik krijg heel soms kleine lagspikes dat het heel even bevriest. Hopelijk doet dat niet met mijn opnames kloten. Nou, de curse van de stripper, hè. Die wil even genoeg, Dave. Is goed. Oh, hier zijn iron blocks.
de dev crafting table. Ik ben de dubstep dubber. Dat klinkt wel grappig. Dubstep dubber. Was het echt ingots in ijzerblok in het midden en dan ingots eromheen? In de hoeken, zei ik. Oh, de hoeken. Ik heb nog 31 iron blocks. Ik heb nu een minimap. Hey! En mij! Ah, nee! Jezus! Altier!